KeePass. Een erg handig programma voor als je wachtwoorden en dergelijke wilt opslaan, bewaren en er makkelijk toegang toe wilt hebben. Ik ga in dit tutorial filmpje proberen een wat algehele uitleg te geven van het programma. Hoe werkt het? Hoe begin je ermee te werken? Hoe zet je er informatie in en hoe haal je er informatie uit? Om dat te doen begin ik hiermee. We zien hier het KeePass startscherm voor ons. Ik heb het dus gedownload, gratis, van de website van KeePass. En geïnstalleerd en geopend. En dit is het scherm wat ik ervoor krijg. Het eerste wat ik wil doen is een nieuw bestand aanmaken. Want dat is hoe KeePass werkt. Je kunt, als je wilt, wel voor 10 totaal verschillende dingen wachtwoorden gaan opslaan. Al denk ik in de praktijk dat je vaak maar eentje gebruikt. Maar het is een losstaand bestand. Voordeel is, je kunt dat losse bestand kun je kopiëren of meenemen op een USB-stick of wat je maar wilt. Goed, ik maak eerst maar eens een nieuw bestand aan. File, nieuw. Ik moet even een plekje uitzoeken om neer te zetten. Ik zet hem nu voor het gemak maar op het bureaublad neer. Ik geef hem een naam. Nou, test database. En ik sla hem op. Ik moet een wachtwoord uitzoeken. Doe ik ook maar even. En natuurlijk nog een keer herhalen. En oké. En voel je vrij om dit allemaal nog eens door te lezen, maar ik klik gewoon door op oké en daar is hij. Hij heeft direct al als voorbeeld even dingen ingezet. Een sample, ik kan het zo wat breder maken. Sample entry, username, password. URL, erg handig, kom ik zo meteen nog op terug. En notes. Vervolgens heeft hij ook al een aantal items hier aan de linkerkant in de database zelf gezet. Een paar sub-items eigenlijk. En hier kun je nieuwe sub-items bijmaken. Add group. Testertje. Oké. En in zo'n groep kun je dan ook weer door hier met de rechtermuis op te klikken. Nieuwe wachtwoorden toevoegen door add entry te doen. Ga ik zo meteen ook echt doen, maar nu nog even niet. Eerst even algemeen. Je kunt ook zeggen, ik wil dat een beetje anders. Misschien wat meer Nederlands gerelateerd. Je kunt de boel ook editen. Alles via de rechtermuisknop overigens. En dan noem ik dit hoofdgroep. En general, dat ga ik noemen, nou... Thuis, wachtwoorden voor thuis, die hernoem ik even. Werk, nou misschien kan ik nog wel meer dingen verzinnen. Deze hebben ook zelf nog een heel leuk icoontje erbij, dat kun je ook allemaal doen via rechtermuisknop, edit group. En daar staan nog meer tabblaadjes. Zie je, kun je van alles mee doen. Je kunt ook een deel weghalen, rechtermuisknop, delete group. Are you sure? Yes, I'm sure. Wil je die ook weg hebben? Yes, I'm sure. Zie je dat ze hier verschijnen? Nou. Zo, een hele stapel weg. Rechtermuisknop. Ik kan zelfs de recycle bin weghalen. Zo, nou heb ik het een beetje opgezet zoals ik het wil hebben. Deze voorbeeldjes die kunnen ook wel weg. Weer rechtermuisknop, delete entry. Het is Engelstalig, daar zul je even overheen moeten stappen. Delete entry. Maar het werkt vrij logisch. Nou, stel nou dat. Nu heb ik dit gemaakt. Ik heb dat bestand heb ik opgeslagen, mijn bureaublad. Dat is hartstikke mooi. Wachtwoord heb ik eraan gegeven, dat heb ik onthouden. En nu wil ik mijn eerste wachtwoorden hierin zetten. Het enige wachtwoord dat ik dus hoef te onthouden is het wachtwoord voor KeePass. Ik wilde wat inzetten. Nou heb ik hier een website. Dit is een bijna niet meer gebruikt iets, dus die kan ik vrij even gebruiken. Een gebruikersnaam heb ik hiervoor, een wachtwoord heb ik hiervoor, dat weet ik nog wel. En natuurlijk hier de URL, dus de link naar de website zelf. Daar begin ik eens even mee. Want die wil ik eigenlijk ook wel bewaren. Dat zou handig zijn. En daar is KeePass super geschikt voor. Kijk maar. In het rechter gedeelte klik ik met de rechtermuisknop en ik doe Add Entry. Het is overigens ook, behalve de submenu'tjes, zo ongeveer het enige wat ik kan doen. Het enige wat gekleurd is. Add entry. Bam. En daar verschijnt van alles. En dit scherm is een belangrijk scherm. Hier doe je heel veel. In dit geval
Nou, mail noem ik het maar. Moet een naam hebben. Gebruikersnaam moet ik invoeren. Voeren. Testertje. En een wachtwoord. Nou staan er stippen. Dus ik zou nu ook zo een wachtwoord in kunnen voeren. En je ziet, als er iemand met me mee zou kijken of zo, daar zit ik over in. Geen probleem. Die ziet niks. Wil ik het toch graag zien, dan klik ik gewoon even op dit knopje. Kijk, en is klaar. Als je dat doet, hoef je hem ook niet opnieuw in te vullen. Want opnieuw invullen is puur bedoeld om te checken of je niet een typfout hebt gemaakt tijdens het blind typen. Zie je? 2 en 1. Dus gebruikersnaam, testertje, password, test. Zo, doen we eruit. Dan zie ik hier nog staan. Hij geeft trouwens aan dat dit een zeer slecht wachtwoord is, maar dat is niet van belang. Dat ik ook een URL in kan voeren. En dat doe ik ook. Ik heb hem al geselecteerd. Rechtermuisknop. Kopiëren. En die URL ga ik ook hierin plakken. Zo. Dus nu heb ik een naam. Waarmee ik hem makkelijk kan herkennen. Een titel. Zo zal die hier ook komen te staan. Je ziet het op de achtergrond. Gebruikersnaam. Die komt hier. Het wachtwoord komt hier. En de URL komt hier. En eventuele opmerkingen erbij. Bijvoorbeeld, dit is een mailserver die bijna nooit meer wordt gebruikt. Zo. En ik klik op oké en dan pas wordt hij aangemaakt. Let op, dit is echt van belang, voor ik het vergeet. Als je het programma afsluit, onthoud je niet automatisch de wachtwoorden die je hierin hebt gezet. Je zult echt het hele bestand waar alle wachtwoorden in staan, in dit geval testdatabase, moet opslaan. Dat zie je ook aan dit sterretje. Dit werkt bij heel veel programma's zo. Staat er een sterretje achter, dat betekent je wijzigingen zijn nog niet opgeslagen. Nou, in dit geval kan het vrij makkelijk. Ik klik op save of op file save. Zelfde icoontje. En je ziet het sterretje daar ook verdwijnen. Nou heeft hij dit opgeslagen. Goed. Zo zet je dus wat in de database. Je zoekt gewoon de groep uit waar je het in wilt hebben. En daar is het. En dan kun je een nou bijna oneindige lijst in aanmaken. Hoe werk je er makkelijk mee? Hoe haal ik nou wat uit de database? Nou, één van de dingen is dat je op deze verschillende kolommetjes kunt dubbelklikken. En dat is van belang. Dubbelklik ik op de titel, mail, dan krijg ik dit scherm hier weer. Dubbelklik ik op username of password, nou daar kom ik zo meteen op. Dubbelklik ik op de URL, doet hij dit. Had ik hem al open staan. Maar hij gaat automatisch naar die website toe. Hij opent mijn standaard browser. In mijn geval is dat Chrome, Google Chrome. Die opent hij en gaat ogenblikkelijk naar de website. Je ziet hem hier verschijnen. Dat is al heel handig. Nou wil ik ook die gebruikersnaam en het wachtwoord hebben. En weer komt dat dubbelklikken mij van pas. Dubbelklik ik op username. En let op wat hier rechtsonder gaat gebeuren. Bam. Zie je het groene balkje? Die vulde zich toen ik dubbelklikte en loopt nu leeg. Dat groene balkje is een soort tijdelijk geheugenblokje. Of het klembord, zoals het ook wordt genoemd. Als ik hier op dubbelklik, dat is hetzelfde als zeggen van kopieer en onthoud. Maar omdat het hier om wachtwoorden en dergelijke gaat, kopieert hij en onthoudt hij maar tijdelijk. Zolang dat groene balkje in beeld is. Nog een keer. Hier zie je de weergave in seconden. Data copy to clipboard. Clipboard will be cleared in 12 seconds. Over 12 seconden weet hij het niet meer. Nu is hij het vergeten. 12 seconden zijn om. Dus even kijken. Testertje dubbelklikken. Hij heeft hem nu in zijn geheugen. 12 seconden lang. Dan ga ik hem hier plakken. Inderdaad, hij heeft hem. Hetzelfde werkt voor het wachtwoord. Dat is ideaal. Ik hoef het wachtwoord dus nooit zichtbaar te maken of te onthouden. Zou ik kunnen doen, hier naartoe gaan, dit wegklikken. Oh ja, dat was hem. Maar ik vind het makkelijk om ook hierop te dubbelklikken, want dan doet hij namelijk precies hetzelfde. Kijk maar. Hup. Weer het groene balkje, weer 12 seconden om mijn wachtwoord te onthouden en in te vullen. En plakken. Klaar. Ik heb niks gehoord te typen. Is gebeurd. En nu kan ik zo aanmelden en dan kan ik dit gebruiken. Nou. Dat is de kracht van KeePass en hoe het werkt. Het erin zetten is niet erg ingewikkeld. Zoek je groep, nogmaals samenvattend, rechtermuisknop Add Entry. En als je het wilt bewerken kun je of dubbelklikken op
een van al deze items om het voor elkaar te krijgen. Het werkt snel, het werkt makkelijk en je hoeft bijna niet meer te typen. Goed, tot zover dit tutorial filmpje, de basis van KeePass. Heel veel succes ermee.